Eerdere onderzoeken en de klinische praktijk laten zien dat het afbouwen van antipsychotica bij mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag vaak niet lukt. Wij onderzoeken wat de reden hiervan is. We doen dit door dubbelblind placebo gecontroleerd een antipsychoticum te gaan afbouwen, waarbij eventuele veranderingen in het gedrag en de slaap worden gemeten. Daarnaast richten we ons hierbij op het ontstaan van psychiatrische stoornissen en afbouwverschijnselen, zoals bewegingsstoornissen of andere lichamelijke klachten. Antipsychotica zijn middelen die vooral in de psychiatrie worden voorgeschreven voor mensen die een psychose hebben. Maar in de verstandelijk gehandicaptenzorg is het van oudsher voorgeschreven voor probleemgedrag. En dat is eigenlijk geen geldige indicatie. We willen graag afbouwen omdat we zien dat deze medicijnen heel veel bijwerkingen hebben. En dan denken we vooral aan bijvoorbeeld overgewicht of een suikerziekte, maar ook ernstige bewegingsstoornissen, wat heel erg lijkt op het beeld van ziekte van Parkinson. En dat heeft invloed op de kwaliteit van leven. We hebben een drietal verklaringen, mogelijke verklaringen opgesteld. En we gaan deze hypotheses onderzoeken doordat we een dubbelblinde placebo-gecontroleerde afbouwstudie hebben opgezet. En dat houdt in dat we de deelnemers gaan verdelen in twee groepen. Een groep die daadwerkelijk gaat afbouwen en een groep die het middel blijft gebruiken. Maar we weten met z'n allen niet wie er afbouwt en wie het middel blijft gebruiken. En dat is het dubbelblinde principe. En uiteindelijk gaan we na 22 weken die envelop zeg maar openen. En dan weten we wie er wel en niet heeft afgebouwd. En dan kunnen we kijken wat de verschillen zijn tussen beide groepen. Ik zie in mijn dagelijks werk als arts verstandelijk gehandicapte dat het afbouwen vaak niet lukt. En dat collega's daar ook heel erg tegen aanlopen. En dat we dus allemaal heel graag willen weten waarom het nou niet lukt om af te bouwen. Zodat we betere patiëntenzorg kunnen bieden.